Deze maand in het Megaman maandoverzicht. Lemken werkt aan een zelfrijdende spuit. Echo wil Lely overnemen. En Agrifac spuit 2600 hectare in 24 uur. De Duitse machinebouwer Lemke werkt aan een zelfrijdende veldspuit. Samen met Breutigam zal Lemke een chassis en een cabine ontwikkelen. De eerste testmachines rijden dit jaar in het veld. Wanneer het publiek de veldspuit te zien krijgt, is nog onduidelijk. Het zal in ieder geval niet tijdens Agritechnica zijn in november dit jaar. Echo wil de oogstdivisie van het Nederlandse Lely overnemen. Gaat de koop door, dan wordt het moederbedrijf van Massey Ferguson, Valtra en Fendt eigenaar van de Welger persenfabriek in het Duitse Wolfenbeutel en de oprapwagenfabriek in Waldstetten. De hooibouwafdeling van Lely in Maassluis gaat in 2018 dicht. Wereldwijd gaan er daardoor 200 banen verloren. De overname moet in het laatste kwartaal van 2017 afgerond zijn. MBO-scholieren die een bolopleiding volgen in de dierhouderij, de open teelten en paddenstoelen kunnen een deel van de kosten van het trekkerrijbewijs terugkrijgen. Ontwikkelings- en onderwijsfonds Colland heeft een subsidie beschikbaar gesteld op aanraden van LTO Nederland. Hoe hoog de vergoeding precies is, dat hangt af van de opleiding. Zometeen spectaculaire beelden van het wereldrecord spuiten. De TC530 is een nieuwe budgetmaaidorser van Nieuw-Holland. In Nederland zul je hem niet zien. De machine is bedoeld voor de Aziatische en Zuid-Amerikaanse markt. De maaidorser heeft 5 schudders, een 3000 liter tank en een 5,9 liter 6-cilinder turbomotor. Het Italiaanse Supertino test een elektrisch aangedreven zelfrijdende voermengwagen. De Electra E20 heeft een 100 kW elektromotor en een 21 kubus menkuip met dubbele vijzel. Supertino hoopt de zelfrijder eind dit jaar helemaal klaar te hebben. King Agro opent een fabriek voor carbon spuitbomen in het Spaanse Valencia. Het van oorsprong Argentijnse bedrijf gaat er spuitbomen voor John Deere bouwen. De fabriek kan jaarlijks 1800 spuitbomen produceren. En dan nog dit. Meer dan 2600 hectare spuiten in 24 uur. Agrifac Australia heeft een nieuw wereldrecord gevestigd in het West-Australische Piranjori. Het oude record was in handen van Amazone en stond op 1032 hectare. De Agrifac Condor Endurance met een spuitboom van 48 meter spoot in diezelfde tijd 2638 hectare. In totaal werd 105.000 liter middel verspoten. Het record had nog hoger kunnen zijn, want de spuitmachine werd namelijk 13 keer gevuld en stond daarvoor 11 minuten stil. En de chauffeur reed midden in de nacht ook nog eens een keer het verkeerde perceel op. Meer nieuws vindt u op megaman.nl en in de vakbladen Landbouwmechanisatie, Veehouderijtechniek en Tuin- en Parktechniek.